Ik heb net boodschappen gedaan en onderweg naar de supermarkt had ik de perfecte monoloog met mezelf over wat ik ga zeggen in deze video. En we zullen zien of het er net zo goed uit gaat komen als dat ik het op dit moment in mijn hoofd heb. Hey, wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op Games. Uh, gisteren is er van mij een uh, Harry Potter met Ivan online gekomen, Lego Harry Potter met Ivan. En dat is voorlopig de laatste video uh, die van mij uh, online zal komen op Kicks Games. En in deze video ga ik jullie even uitleggen waarom dat is. Um, want jullie hebben het al kunnen zien op Twitter onder andere. Maar jullie hebben het ook kunnen zien in de banner. Uh, waar ik niet meer in sta. En uh, waar uh, nu iemand anders in staat. Waar ik het straks ook nog even over ga. Sinds ik het had bekendgemaakt op Twitter zijn er waarschijnlijk mensen met nog heel wat vraagjes. Of mensen die. Uh, mijn microfoon. Of mensen die uh, bijvoorbeeld helemaal geen Twitter hebben en eigenlijk geen flauw idee. Die hebben waarom ik uit de banner ben. En ook als ik deze video niet zou maken en al mijn video's stoppen... ...ineens een series middenin stoppen, dat dat allemaal heel verwarrend is. Wat ik begrijp. En daarom uh, zit ik hier en ga ik het jullie even uitleggen. Ik maak al een hele lange tijd gaming video's. Want ik heb net even in mijn afspeellijst gekeken op mijn kanaal... ...want ik heb namelijk op mijn kanaal een afspeellijst met al mijn video's... ...gaming video's die op Games staan. Uh, en dat zijn 279 video's in de afgelopen drie-ish... Uh, jaren en waarom heb ik eigenlijk een playlist op mijn eigen kanaal van de video's op Kix games dat komt omdat ik uh, apen trots ben op mijn gaming video's die ik heb gemaakt ik heb alle series en met name Harry Potter heb ik zo ontiegelijk veel plezier aan beleefd natuurlijk er zaten rage dingen in er zaten dingen in dat ik de game volledig de piep in heb gewenst maar in de core of it all vond ik het hartstikke leuk om te doen want in, in mijn beleving uh, ik doe dingen niet als ik ze niet leuk vind er is geen totaal, geen logica in mijn leven om iets te doen wat je niet leuk vindt. Tenzij je er dingen door kan krijgen die je wel leuk vindt. Maar dat is een heel ander verhaal. Dus ik heb de afgelopen jaren heel erg, met heel erg veel plezier heel veel gaming video's gemaakt. Maar, en dat is met heel veel dingen in het leven... Je hebt een vuur in jezelf voor iets, voor een passie, voor een ding. En ik had een heel groot vuur voor die gaming video's. Die Kevin absoluut heeft aangestoken. Ik heb dat vuur zelf nooit aangestoken. Kevin die zei, Ivar doe dat nou eens. En toen ik ermee begon heb ik er zo ontiegelijk veel plezier aan beleefd. Maar dat vuur... Is op een duur op als de brandstof daarvoor op is. En voor mij is de brandstof voor gamingvideo's op. Uh, het, het begon een beetje rond Planet Coaster, eind-rollercoaster, midden in Lego, Harry Potter-achtige sfeer. Toen ik erachter kwam van: hé, hey, ik, ik, ik vind het. Ik, ik, moet gaan op, ik moet gaan opnemen, maar ik wil eigenlijk, ik eigenlijk niet zoveel zin. Nou ja, ik ga het toch doen. Uh, iedereen heeft zijn dag wel eens niet. Nou ja. En dan vond ik het wel weer leuk en dan weer niet. En er zaten heel veel pieken in van wel leuk en niet leuk. En de laatste. Zeker vier maanden, vijf maanden. waren er steeds mee pieken. met nee, eigenlijk, ik, ik, eigenlijk vind ik het niet meer leuk om op te nemen. Dus dat vuur is op dit moment op. vandaar dat uh, mijn series uh, stoppen. Uh, ik maak ze ook niet af. Uh, dat heeft dan weer een andere reden die ik nu ga vertellen. Um, naast dat, dat mijn passie voor gaming video's weg is. En dat neemt niet weg dat ik het niet leuk vond. Hè? Want heel vaak zag je mensen, oh die stoppen en die stoppen in boosheid. Want het was niet leuk. Nee, het was fantastisch. Ik heb super veel plezier beleefd aan het maken van die video's. En uh, ik zou het zo nog een keer doen als ik de brandstof ervoor had. Um, maar er is ook nog iets anders aan de hand. Mijn opa is deze maand overleden. En er spelen nog een aantal dingetjes in mijn persoonlijke leven. Uh, wat ik niet allemaal nu ga uitleggen. Want dat zou veel te veel zijn en ik wil dat ook nog niet uitleggen. Door al die dingen heb ik zoveel aan mijn hoofd dat het er ook gewoon niet meer bij past. Uh, met de dingen die ik doe. Uh, ik heb het simpelweg te druk. Uh, met andere dingen op het moment. Um, er komt weer een periode dat ik het wat rustiger heb. Um, en wie weet dat ik dan weer begin. Maar op dit moment is mijn tijd op. En mijn energie en, en motivatie voor gamingvideo's. Dus de kans is groot dat er voor een fikse lange tijd geen gamingvideo's van mij uh, uh, online komen. Uh, op mijn eigen kanaal daarentegen ga ik zeker verder, want ik volg altijd mijn hart en mijn passies en ik ga de dingen doen die ik leuk vind. En muziek is altijd nummer één geweest en zal het waarschijnlijk ook altijd blijven. Uh, you never know, maar uh, zoals ik me nu voel wel. En dat ga ik doen op mijn kanaal. En als je, als je daar geïnteresseerd naar bent, of als je geïnteresseerd bent in wat er allemaal. ...staat te gebeuren in mijn leven. Ik, ik, ik bedoel, ik verplicht je niet dat te gaan volgen. Het is niet zo van, uh, look at me, volg mij. Maar uh, mocht je dat willen weten, dan kan je naar mijn eigen kanaal. En dan kan je meer weten wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren. Er is een fantastische opvolger, weet ik niet of ik dat moet zeggen. Maar uh, Erik, die gaat op dit kanaal video's maken. Dat heb je kunnen zien in de banner. Erik is een hele goede vriend en ik weet zeker dat hij dat heel goed gaat doen. Dus volg zeker de dingen die Erik gaat doen op dit kanaal. Uh, er is nog een ander ding wat ik heel belangrijk vind, dat ik even moet vertellen. Want blijkbaar waren er sommige mensen die denken dat ik eruit ben geschopt of dat Kevin en ik ruzie hebben. Sorry, het is geen RGL Boulevard. Uh, niet iedereen. Gaat bepaalde dingen niet meer doen omdat ze elkaar niet mogen. Dat is alleen bij Utchik Boulevard. Dat is ook zo'n programma dat je misschien niet moet kijken. Totaal andere topic, Ivor. Maar goed. Um, er is geen drama tussen mij en Kevin. Absoluut niet. Uh, Kevin is uh, de, de man, de jongen die ik beschouw als mijn beste vriend. En zeker in de periode waar ik nu in zit, met heel veel dingen die gebeuren, heeft hij meer dan. Uh, ...bewezen dat Kevin een hele goede vriend van mij is. Het is totaal de situatie, de persoonlijke situatie en nou, wat ik net heb uitgelegd dat de brandstof op is, het vuur in mij om om gamingvideo's te maken. Dus totaal geen miserie, totaal geen ruzie. Integendeel, zelfs uh, toen ik het Kevin vertelde, had hij eigenlijk alleen maar begrip. Hij vond het jammer, maar hij had eigenlijk alleen maar begrip uh, voor, de, voor de keuze die ik, uh, die ik maakte. Uh, betekent dat dat ik nooit meer op dit kanaal uh, te zien zal zijn? You never know. Wie weet dat ik over een half jaar, jaar, twee jaar ineens een vuurtje krijg in mij van: Hey, ik heb echt zin om gamingvideo's op te nemen. I'll be back then. Um, en tegelijk ook, uh, het is niet zo dat ik niet meer. Op Kix Games te zien zal zijn. Ik heb tegen Kevin gezegd: Ik ga geen solo-video's meer maken. Maar stel je voor, ik ben een weekendje bij Kevin thuis. En hij wil samen met mij een gaming-video opnemen. Voor whatever. Uh, graag. Hartstikke leuk. Uh, challenges. Graag. Hartstikke leuk. Um, uh, parodies. Graag. Hartstikke leuk. Um, maar een vaste serie met vaste tijden dat ik moet opnemen en moet editen is. Het plezier is er voor mij uit. en it's a bit too much. In this point of time. Dus ik hoop dat dat hartstikke duidelijk is. Ik wil. Mijn accu bijna leeg van mijn camera. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het bekijken van deze video. Niet alleen voor het bekijken van deze video, maar voor. Als jij iemand bent die al mijn series heeft gevolgd, die altijd heeft gereageerd, die altijd heeft geliked... En dan valt de camera ineens uit in het midden van je verhaal, dus ik pak even mijn telefoon. Wat ik nog wil zeggen is, iedereen die mijn series heeft gekeken, iedereen die alles heeft gevolgd van mij op Kix Games... Hartstikke bedankt. Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb echt, geloof me, ik heb alle reacties gelezen. Ik heb misschien niet op alles kunnen reageren, maar ik ken jullie usernames. Ik weet wie jullie zijn en ik heb alles gelezen. En ik wil jullie enorm bedanken voor een super tijd bij Kix Games. Het, klinkt, het, het moet ook niet zo dramatisch. Oh my god, uh, Drama, dingen video worden, want dat is het eigenlijk totaal niet. Uh, dus <laughs> zie dit niet als een negatieve afscheidsvideo. Het is gewoon even dat jullie weten wat er nu aan de hand is, uh, en niet dat mensen hun eigen verhaal gaan bedenken, wat misschien helemaal niet waar is. Um, dus bedankt voor alles. En I'm not dead. En uh, volg me op mijn eigen kanaal because there will be video's. Bedankt. Weet je wat nou mooi is? Het kwam er gewoon precies zo uit als ik wilde. Blessings.